John, waar moeten de mensen, de kijkers van de Freaky Friday Show, u van kennen? Ik ben zo van het een en het andere. Van mijn optredens en. Ja. Ah, dus jij brengt muziek, hè? Ja. Wat voor muziek? Echte muziek, Sean. Al de 40 jaar. Het Vlaamse genre. Ja, Vlaamse genre. Ja. Tura. Tura. Het echte Tura-genre. En daarom ook de naam John. Tura. Voilà, zijn mensen. John Tura. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hem kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik kan ook niet alleen niet zingen, ik ben ook in de moppetapper. Nee. John, je hebt mega kwaliteiten, jongen. Ja. Meen je dat nu? Moppen, echt een moppetapper. Ja, ja. Ik heb dat zelf allemaal uitgevonden. Jij vertelt zelf verzonnen moppen. Tussen mijn optreden. Kunnen wij een klein voorproefje hebben van een mopje? Ja. Ja? Ja, okay. Dat is geen probleem. Doe maar. Frank? Ja. Dat waren twee melkflessen en die staan voor de venster. En die melkfles die ziet tegen die andere melkfles. Oh, je bent een schone vrouw. Was ook eens een kinderken willen mogen. Maar jongens, die jong de melkfles, dat zou moeilijk gaan, want die ben gesteriliseerd is. Hoe kan ze dansorkest gaan spelen? Want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou. Op de leeftijd van 3 jaar heb ik al te zingen. En wat zeiden de mensen toen? Ja. John, jij bent een? Die kost dat ze niet geloven. Nee. Maar dus, je bent eigenlijk een natuurtalent. Ja. Hoeveel mensen hebben dat al tegen u gezegd? Ja, toch een verschijn. Meer dan 5, hè? Ja, ja. Meer dan 5 mensen hebben tegen John al gezegd, hij is een natuurtalent. En je mocht er nog één bijrekenen, want ik ben de 6 die zegt dat jij een natuurtalent bent. John, dat is leuk, hè, man. Ja. Vertel nog eens een mopje. Ja. Van die muizen. Die ken ik. Er waren eens 2 muizen en ik kom Marco tegen. Er waren eens 2 muizen en ik kom Marco tegen. Op een oven. En die muis die zei tegen die andere muis. Nou, we worden hier van hoofd. Jou ziet die andere muis, ik ga naar de cinema. En die andere muis die zei tegen die andere muis. En nou, ik word van hoofd. Jou ziet Jan de Muis, ik ga naar de opera. Als je ziet Jan de Muis, en er komt toch van hoofd geen kat is. Zelfs Willy moet lachen. En die heb je ook zelf verzonnen. Ja, ja. En jou, ik kan me bij. Het goede en jou kan. En hoe houd je die dan bij? Ja, in de. In de kop. Ja, ja. John. Is het echt een micro? Ja, het is echt een micro. Dat is een micro. Dat is de eerste micro die ik van hem gekregen heb. Van hem zijn tekst. Pak hem er maar uit, hoor. Ja. Doe maar. Maar dat 40 jaar als je moet wachten. Op een micro. Ja. Dat is een micro, hè. Wondermooi. Dat is wondermooi, ja. John, wat betekent dat nu als je deze micro vastpakt? Wat voelt je dan door je heen gaan? Ja. Veel goede herinneringen op die 40 jaar. Maar het is ook niet zomaar iemand die de micro vastneemt. Want je bent een... Natuurtalent. Natuurtalent. Ik kan niet verder
zonder jou. Mijn leven zou ik voor jou geven. In al mijn brieven staat geschreven. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Wat is dit? Dat is een geschenk dat ik gekregen heb voor mijn 25 jaar carrière. En dat is de gouden micro. De gouden micro. Ja. Werkt hij ook? Nee, spijtig niet. Spijtig. Maar dat was een grote eer dat ze die geschonken hebben. Ja, dat is waar. Dat is altijd nog een grote van zijn herinnering. Ja. Dat bevestigt nog maar eens. John Tura is een mega natuurtalent. Ja. Al jaren tijdens mijn optreden, dan laat ik mij zo volledig gaan. Zeg John, maar dat gaat je mij vandaag ook een beetje leren. Hè? Zingen, de moves. En dan heel belangrijk, straks moet jij een groot optreden doen in Sint-Niklaas. Ja. Als ik dat nog maar weet, zo, wacht even, hè. Wacht even, hè. Ja, dat trekt er al van eens een beetje op, Frank. Ja, doe maar, nog eens, doe nog eens. Nog niet helemaal. Nee, het is niet helemaal, hè. De sportwagens raasden voorbij. De snelste van allen was hij. Een botsing bracht hem van de baan. Juist toen hij het record wilde slaan. Arme Joe, arme Joe. John, we zijn in uw slaapkamer gekomen. Wat gaat er nu gebeuren? Nu ga ik voor een mop vertellen. Een mop vertellen, maar ik zal eerst het licht aan doen. Wie? Geen licht? Nee. Ah, kom, dan gaan we zitten. Ik slaap ook. Ik slaap liever zonder licht. Ja. Gewoon is twee aaien en die komen akkoord tegen. En de ene aai is hij tegen de andere aai. Dat heet dan gelukkig zijn. Een deur die plots open gaat. Dat heet dan gelukkig zijn. Lekker even gezapsen. Waardoor je weer denk maar even rustig na, John. Ja, twee jaar en die komen akkoord tegen. En weet je wat dat? De een haai zei tegen die andere haai. Als weer twee mensen akkoord tegenkomen op de straat, dan zeggen wij een goede dag. Maar die haai, die hebben een ander principe van azuur. Een goede dag te zeggen. En weet je wat dat? Die een haai zei tegen die andere haai. Haai, haai. Die is goed, hè. Die is goed, hè. Ja, en mijn fans, die vinden die goed. Die gaan plat, hè. Ja. Die gaan gewoon plat als je dat vertelt. Als ik dat nog maar ken, hè. Wacht even, hè. Ik ga het proberen. Ja, was het ja, beter dan? Ja. Zoals iedereen aan verwant, nam hij op een keer weer de start. Maar niemand wist dat de piloot die dag afspraak had met de dood. Arme Joe, arme Joe. Geen geluk voor jou, arme Joe, arme Joe, arme Joe. Geen geluk voor jou, arme Joe. Dames en heren, John Tura. Johnny! En zo, twee. En wat zeg je dan als eerste tegen het publiek? Zeg je, die zitten in file al vele fans aanwezig vanavond. We gaan er een heerlijke avond van maken om nooit meer te vergeten. En dan allemaal applaus. Ja. Zal ik dat ook eens proberen?
Ja. Hallo. Applaus. Dankjewel. Dames en heren, wij gaan er een fantastisch avondje van maken. Om nooit meer te vergeten. Hoi. Ja, Frank. We zitten de fans, dat moet ik het zeggen. Waar zijn de fans? Ja. Hier. Roep je. Ja, man, dat is mooi, jongen. Vaarwel, Joe. Mijn geluk voor jou. Amen.